ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Van de relatief eenvoudige richtlijnen om geen handen te geven, vaker handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden, tot ingrijpende maatregelen als het verbieden van grotere bijeenkomsten en sluiting van de horeca. Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Dat al die helden en al die helpers in de zorg mogen verwachten dat waar zij zo hard aan het werk zijn, dat wij ons dan ook allemaal houden aan de regels. Want sinds een week geldt die afspraak in Nederland, namelijk beperk het aantal sociale contacten en houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Dat betekent, ga naar buiten voor werk, als je niet thuis kan werken. Als je wel thuis kunt werken, blijf thuis. Je kunt natuurlijk naar buiten voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een ommetje maken kan, maar doe dat niet in een groep en vermijd groepsactiviteiten. Dat is eigenlijk de afspraak die we nu al een week hebben lopen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je de lege straten ziet, de lege kantoren, de lege snelwegen, de perrons, dan denk ik dat de boodschap bij heel veel mensen in ons land is geland. Dat heel veel mensen zich aan de afspraken houden. En dat is gelukkig. En ik wil daar hulde over zeggen. Belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Want het doel is en blijft het beschermen van onze ouderen en kwetsbaren. En tegelijkertijd voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt. Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april. En er geldt geen ondergrens meer van 100 personen. We gaan ook met boetes handhaven. En van verboden groepsvorming is sprake als 3 of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen. Eén belangrijke uitzondering namelijk: jonge kinderen mogen nog wel met elkaar blijven buiten spelen. En dat zal u niet verbazen dat we inderdaad tot een verlenging hebben besloten. En wel tot en met dinsdag 28 april. Het betekent dat alle locaties die eerder tot 6 april gesloten waren, nu tot en met 28 april gesloten blijven. Dus restaurants, cafés, musea, kappers, nagelsalons en alle overige contactberoepen. Voor scholen geldt om heel praktische redenen dat die in ieder geval tot en met de geplande meivakantie gesloten blijven. Ga nou geen plannen maken voor de meivakantie. Dat is echt veel te voorbarig. En we zien dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Alle inzet is erop gericht dat er aanstaande zondag 2400 plekken zijn op de intensive care. Ouderen in een instelling die niet goed kunnen begrijpen waarom ze geen bezoek meer krijgen, voor hen komt het extra hard aan. We houden afstand, minstens die 1,5 meter. Maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.
Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook in het komende paasweekend. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving. Ik benadruk dat de weg terug echt alleen stap voor stap kan worden afgelegd. Geweldig dat zoveel mensen vol hebben gehouden. En daar ben ik blij mee, want alleen zo houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle. We kunnen niet naar onze sportclub. We missen de contacten met onze collega's en vrienden. En misschien wel het moeilijkst, we kunnen niet op bezoek bij onze ouders of grootouders in verpleeghuizen. In de ziekenhuizen lijken we over de piek heen. En als dat zo blijft, dan kan de capaciteit op de intensive care straks langzaam weer naar beneden worden bijgesteld. We hebben de testcapaciteit afgelopen weken stap voor stap flink opgeschroefd. Alle zorgmedewerkers die klachten hebben, die kunnen getest worden. Kort samengevat, de cijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen zijn hoopgevend. De basisscholen, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderopvang na de meivakantie weer open kunnen, geheel of gedeeltelijk. De evenementen. Die gaan niet door tot 1 september. Dat betekent dit jaar dus geen Pinkpop, geen Vierdaagse, geen Zwarte Cross. Het betekent ook definitief geen betaald voetbal tot 1 september. En naar die controlefase hebben we stapsgewijs toe te werken. Dat is onze opdracht voor deze overgangsfase. En daarbij houden we vast aan de 3 ankerpunten die we eerder hebben geformuleerd. De kwetsbaren zo goed mogelijk beschermen, zorgen dat de zorg het aan kan en nog meer zicht krijgen op de verspreiding van het virus. In juni, en we streven naar 1 juni, kan iedereen in ons land met klachten worden getest. Het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal coronapatiënten op de intensive care is de laatste weken snel gedaald. Elke versoepeling betekent nu eenmaal meer drukte op straat, meer drukte in het openbaar vervoer en meer groepen mensen bij elkaar. Per 1 juni zijn samenkomsten van 30 personen binnen toegestaan in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. De horeca kan per 1 juni om 12 uur 's middags open zoals aangekondigd. Feestcafés, discotheken en clubs die blijven voorlopig gesloten. Theaters, concertzalen en bioscopen kunnen per 1 juni ook weer open met maximaal 30 mensen in het publiek per zaal. Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling. De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalve meter regel. Met wat we nu weten, denken we per 15 juni voor 12 landen een geel reisadvies af te kunnen geven. Reizen buiten Europa. Ook daarover kan het kort zijn. Dat raden we af. Zo wordt de zomer van 2020 een periode van wel ontspannen, maar niet verslappen. Het is inmiddels ruim 3 maanden geleden dat ik in mijn televisietoespraak zei dat het net leek alsof we in een achtbaan zaten die steeds sneller aan het rijden was. Maar vandaag staan we wel op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad. We hadden voor het eerst in maanden een dag met 0 vastgestelde coronasterfgevallen. Wat ons de komende tijd te doen staat, is zorgen dat er geen tweede golf komt.
maar daar wel op voorbereid zijn. Het belangrijkste is dat er vanaf 1 juli nog twee hoofdcategorieën zijn. Activiteiten binnen en activiteiten buiten. Concreet, in de Kuip of de Arena mogen mensen weer op 1,5 meter van elkaar zitten. En verder kunnen ook de mbo's, hogescholen en universiteiten weer live onderwijs gaan organiseren. Maar daar geldt de 1,5 meter afstand nog wel. Per 1 juli mogen alle sporten weer gewoon beginnen, zowel binnen als buiten. Ook de contactsporten voor jong en oud, recreatief en in wedstrijdverband.